In deze video maken we een eenvoudig teksteffect en we maken uiteindelijk op deze witte achtergrond witte letters. En om letters te typen heb je natuurlijk gewoon het typegereedschap nodig en dat vind je hier aan de linkerkant of met de sneltoets T. En je krijgt dan gewoon een cursor voor je en als je klikt dan gaat die knipperen en daar zou je kunnen typen. Allereerst boven een aantal opties. Ik wil hem graag gecentreerd hebben. En als kleur neem ik in dit geval zwart, want dat valt lekker op. We gaan een witte tekst maken, maar zou ik hier in het wit typen, dan zie je eigenlijk gewoon helemaal niet wat er gebeurt. De grootte, dat hangt af van je bestandsformaat. En het lettertype en de manier, dat kun je natuurlijk ook kiezen. En vervolgens kun je gewoon je tekst typen. En je drukt hierboven op het vinkje om het te bevestigen. En je hebt gewoon een nieuwe laag met tekst. Nou, deze tekst ga ik met het verplaatsgereedschap. Boven te vinden of met sneltoets v ga ik gewoon netjes uitlijnen in het midden en ik ga hiermee aan de slag. En wat ga ik doen met witte tekst? Nou, op zich niet zo gek veel. Het enige wat ik ga doen is eigenlijk gewoon de omgeving benadrukken en ik ga hem dadelijk ook nog een heel klein beetje vullen om het wit een klein beetje te breken. Maar ik ga dat doen met laagstijlen en dat doe je heel eenvoudig door op de laag te gaan staan, deze te selecteren en met rechts te klikken voor opties voor overvloeien. En dan krijg je vervolgens het laagstijlen menu. Nou, hier moet je verschillende dingen hebben. En ik ga allereerst beginnen met een simpele lijn. En als je die aanvinkt en je selecteert het woord lijn, dan ga je ook naar de eigenschappen daarvan. En je ziet dat er al een, ja, een grijs lijntje om mijn tekst omheen komt. Ik klik even op OK, want ik kan dit later allemaal nog gewoon weer aanpassen. En ik ga er eerst voor zorgen dat het zwart van mijn letters verdwijnt als sneeuw voor de zon. En dat doe je met een van deze opties. Je hebt hier twee percentages staan. De ene is dekking, en de andere is vul. En als ik de dekking omlaag haal, dan haal ik alles van de laag naar beneden. Dus op 0% is de laag niet zichtbaar. En op 50% zou die voor de helft zichtbaar zijn. Ik wil natuurlijk gewoon alleen het wit weg hebben. En ik wil de lijn in dit geval laten staan. En daarvoor heb je de onderste optie nodig. Die haalt de inhoud van je lijn weg. Maar de effecten die we er net overheen hebben gezegd, die blijven staan. Dus je ziet mijn inhoud is weg het zwart van de letters dat is pleiten en de lijn blijft gewoon keurig staan ik dubbelklik op het fx icoontje en ik ga terug naar de laagstijlen en vervolgens kan ik mijn effecten toe gaan passen ik ga terug naar de lijn en ik ga dit aanpassen ik wil gewoon geen lijn van 10 pixels nee ik wil een heel klein subtiel lijntje van 2 pixels en als kleur kies ik natuurlijk geen zwart maar ik kies gewoon een lichte kleur en je ziet al in de achtergrond mijn letters, ja, het, het zijn eigenlijk gewoon hele fijne contouren. En je snapt een beetje welke kant we uitgaan, hoop ik. Ik ga nog meer doen. Ik ga ook nog de contour veranderen. En je ziet, er komt een rand omheen met een bepaald uh, verloop. En dat verloop kan ik hier bij contour aanpassen. En ik kan verschillende opties kiezen. En als je nou denkt van hé, hey, dit is het helemaal niet. Als je op het icoontje zelf klikt, dan krijg je een soort curve. En dan kun je zelf een contour bouwen. En het bereik hiervan. Dat zet ik in dit geval vrij hoog, zodat het vrij mooi vloeiend is. En vervolgens wil ik ook een hele kleine gloed aan de buitenkant. Je ziet een klein beetje wat er gebeurt. Je ziet, ja, wat, wat is dit groen geel? Dat zie je een beetje eromheen. Als ik de dekking iets hoger zet, zien je het nog wat beter. Nou, dit is niet de juiste kleur. Ook daar pak ik natuurlijk gewoon een grijs tintje in. En ik ga daarvan de grootte een beetje aanpassen. Je ziet wat er gebeurt. En dit is nog vrij rigoureus. Vervolgens de ruis zet ik op 0, dan blijft het het vloeiendst. En de dekking zet ik terug tot ongeveer dit. En vervolgens wil ik de witte letters nog een klein beetje breken. En dat doe ik met satijn. En ook hier kies ik natuurlijk gewoon een hele lichte tint. En ik varieer wat met de parameters. En ik zet de dekking vervolgens een stukje terug. Net totdat hij gewoon. Naar mijn zin is. En ik druk op oké. OK. Nou, in principe heb ik nu witte letters. Waarvan eigenlijk de contouren een beetje zijn benadrukt. Er een klein beetje scheiding in ligt. En het witte eigenlijk net gebroken is. Alleen vind ik dit nog een klein beetje te veel aanwezig. En dan zet ik gewoon de dekking wat lager. En op deze manier maak je dus... Witte letters op een witte achtergrond. En je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen: van nou, ik wil uh, zwarte letters op een zwarte achtergrond. Ik dupliceer even mijn tekstlaag, compleet met alle effecten. En ik zet er eentje uit. En ik dupliceer ook mijn achtergrond. En die plaats ik daartussen. En ik keer mijn achtergrond om met Ctrl-I. Althans, de kopie van de achtergrondlaag, zodat die zwart is. Op zich zou je kunnen zeggen van ja, dit is goed. Maar nee, dit is het eigenlijk allemaal net niet. Want ik heb net het accent gehad op wit. En ik ga nou gewoon het accent op zwart leggen. En om de effecten op zwart te maken, moeten we eigenlijk gewoon al die ja, lichtgrijze tinten die we net hebben toegevoegd, gewoon veranderen in zwarte. En ik begin uh, bij lijn. Contour heeft gewoon helemaal geen kleur. Maar ik begin bij lijn. En van een lichtgrijs gaan we gewoon naar een donkergrijs. Kies geen zwart, want dat valt gewoon niet op. Eventueel kun je nog. De parameters een klein beetje aanpassen. Nou, satijn, dat heeft eigenlijk op zwart gewoon weinig effect. Misschien als we de modus op bleken zouden zetten. Ja, inderdaad. Nou, ook hier kies ik gewoon een donkergrijs. Het, het, het breekt even net gewoon een klein beetje. Als ik het bijvoorbeeld uitzet of aan, dan zie je dat het net iets doet. En de gloed buiten veranderen we ook naar donkergrijs. En als ik die dingen heb aangepast, druk ik op OK. En in dit geval heb ik dus zwarte letters op een zwarte achtergrond. En zo eenvoudig doe je dat. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.